Hoi! Vandaag hebben we weer een nieuwe zwangerschapsupdate. En dit keer weer een keertje samen. De laatste keer werd heel erg veel gevraagd. Waarom is Thomas er niet bij? Ja, omdat ben ik gewoon op mijn werk en dan neemt zij hem op. Ja, dat is gewoon... Ja, vaak is er in het weekend gewoon geen tijd. En dan kan ik het beter even door de week doen. Zodat er toch nog een update online komt. Want dan kunnen jullie het wel van week tot week allemaal volgen. Ja. Ik heb eerst een tip. Ik heb bij de Macro, deze heb ik... Oh nee, bij de Hema. Deze heb ik van de moeder van Thomas gekregen. Omdat ik mijn eigen onderbroeken niet meer pas. En... ik had geen idee toen ik zwanger werd dat ik mijn eigen onderbroeken niet meer zou passen. Bij de Hema hebben ze hele makkelijke boxershorts die echt super erg kunnen uitrekken. Dus deze kan ik gewoon aan tot aan het einde van mijn zwangerschap. Het is wel een maatje XL die ik nu heb. Dat is groter dan mijn onderbroeken. Het is groter dan jouw onderbroeken, maar kleiner gaat gewoon bij mijn benen en bij mijn billen. En het gaat overal gewoon een beetje knellen. Dus deze maat XL die kan gewoon... denk ik tot aan het einde van de zwangerschap. Straks heb je ineens twee delen van. Meegaan. Dus ik hoop dat ik hiermee red. En ze waren volgens mij in de aanbieding bij de Hema nu. Ik weet niet zeker, want de moeder van Thomas heeft ze gekocht. En die kwam ze net even afleveren. Maar ik dacht... ik kan me ook niet voorstellen dat ze bij de Hema heel duur zijn. Sowieso. Nee, ze zijn dus, sowieso niet heel duur bij de Hema. Maar het is een handige tip misschien voor de vrouwen die pro-tip. Nu net zwanger zijn. Koop alvast goed ondergoed, want ineens word je wakker en denk je, hè, mijn onderbroeken zitten niet meer lekker. En dat gaat echt ineens heel snel. Wat ook snel gaat, is de ontwikkeling van ons kind. En dat gaat Darcy nu eventjes vertellen. Je baby neemt steeds vaker slokjes van het vruchtwater. En dat zagen we ook laatst in de laatste echo. Misschien kan ik een klein stukje laten zien. Ja. Het zwarte vlekje is het water wat hij gedronken heeft, wat in het maagje zit. En hier zie je de billetjes en dan zie ik al zo een beetje ook omhoog wijzen. En als we naar boven gaan... zie je gelijk de andere baby ook komen. En die ligt andersom. Die ligt met zijn hoofdje hier. En die kan je naar het midden van het beeld brengen. Dat is makkelijk gezegd hoor, dat snap ik. Je doet het goed. En dan zie je daar het andere hartje kloppen. En ook het maagje wat mooi gevuld is. Je ziet ook echt een zwart vlekje. Vlekje. Vruchtwater in het maagje. En dat was zo schattig. Of in de blaas. En hij plast dat ook weer uit in het vruchtwater. Daar bestaat het vruchtwater bij de geboorte voor een groot gedeelte uit urine van de baby. Klinkt vies, maar dat is het niet. Je baby oefent zijn longen, maag, darmkanaal en natuurlijk ook zijn eigen nieren door slokjes te nemen en te plassen. Je baby's hoofd is een derde van zijn totale lichaamslengte. Wow. Dus eigenlijk net zo groot als jouw bovenlijf is zijn hoofd nu als... was het... Ja, ongeveer wel, want je benen zijn ongeveer even lang mijn als je borstkas bovenlijf. Ongeveer, tot mijn borstkas. En dan... hij kan zijn ruggengraat en nekje nu buigen. Je baby is 20 centimeter lang. Nou, die van ons, die waren al 25 centimeter lang. Die groeien echt super goed. Dat is cool. Voor een tweeling is dat echt best wel groot, maar wij zijn natuurlijk zelf ook best wel groot. Het is zelfs voor een eenling is het al best wel groot. Ja. En wij hebben twee van die gigantische mormel. Maar mijn buik daarentegen groeit weer niet zo. Nee. Het is echt bizar, want er zijn eenlingen die een grotere buik hebben in dit stadium dan ik. Dus ik weet niet hoe dat zit. En weegt 150 gram. Nou ja, die van ons zullen dan ook wel iets zwaarder zijn. Ja. Dat is net zo zwaar als een anderhalf pakje voorgesneden vleeswaar. Super specifiek. Ja. Je buik, billen, borsten en benen worden steeds ronder. Nou ja, dat merk ik dan ook wel aan dat ik mijn ondergoed niet meer pas. Het groeien van je lichaam gaat in groeispurten. Opeens zie je dat je benen wat dikker worden. Zoals ik al zei, van de een op de andere dag pas je ineens je ondergoed niet meer. En dat gaat heel snel. Doordat je lichaam niet de tijd krijgt om nieuwe vormen te nemen, kan het gebeuren dat er strié. Nou ja, dat heb ik allemaal al met jullie besproken. Gewoon veel insmeren en blauwbessen, kiwi, yoghurt, dat soort dingen werken ook van binnenuit. Het kan heel erg gaan jeuken als je strié krijgt. En bindweefselsmassages zouden ook erg goed helpen. Ja, dat lijkt me toch raar als je een bindweefselmassage krijgt op je buik, op je zwangere buik. Ik heb wel eens zo'n bindweefselmassage, maar dat is super hard. En je moet echt ze trekken je aan je huid. Ja, klopt. Dat is niet goed hoor. Dat is niet goed toch? Dat is niet goed toch? Dat is toch niet goed toch? Nee. Wat ik nu ineens heel erg heb, sinds een week denk ik ongeveer, is dat ik heel erg last van mijn stuitje krijg. Gewoon met zitten, met lopen, met staan dan niet. Als ik sta dan gaat het prima, maar in principe gaat het overal een beetje pijn doen. Dus ik denk dat mijn bekken een beetje instabiel is. Ik zag ook in de reacties dat mensen dat reageerden, dus we gaan het volgende keer Je hebt alleen eventjes. Wel een keer je stuitje gebroken. Ja. En je hebt natuurlijk die fietsvakantie gehad, waardoor je de hele tijd op dat bordje hebt gezeten. Dat kan er ook mee te maken hebben. Dus ik wil niet zeggen dat Darcy per se bekkeninstabiliteit heeft. Maar we weten ook niet wat we daarmee moeten. We gaan sowieso gaan we het zeggen tegen de gynaecoloog als we daar weer zijn. En dat maar, is volgende week. Ja, op internet staat helemaal niks erover of het gevaarlijk is of wat dan ook. Of wat je er tegen kan doen. Het staat er wel een beetje, ja. Maar ook niet echt. Nee.
Dus we gaan het gewoon eventjes vragen. En ja, dat is wel gewoon vervelend. Je merkt gewoon dat je botten sneller pijn gaan doen. Ook mijn gewrichten heb ik gewoon wat meer last van. Voor de rest valt het deze week allemaal wel mee. Ik had denk ik van de week iets gegeten wat echt niet goed was of zo. Ja, we hadden die burrito's gegeten. Ja. Met alleen maar groenten. De volgende dag hadden we het weer gegeten. Dus we hadden het in een bakje gedaan in de koelkast. Ja. En toen hebben we het eruit gehaald en weer klaargemaakt. Maar dat is er echt heel agressief en gewelddadig weer uitgekomen. Ja, ik had het op. Ik nam net mijn laatste hap en ik voelde al dat mijn maag niet meer zo vervelend gaat doen. En het kwam er heel snel weer uit. Dus ik denk dat je lichaam heel goed weet wat je wel en niet mag eten. Qua of het goed nog is of niet. Dus hij gooide het er gewoon weer heel snel uit. Alles vers eten. Ja, alles gewoon vers eten. We gaan het ook gewoon niet meer bewaren. Want de schopjes worden ook steeds harder. Ja. Ook jij kan ze steeds beter voelen. Maar ook ik af en toe... Eerst voelde het echt gewoon als plopjes. En inmiddels... Ja, heel zachtjes. En... Ja. Nou is het echt wel... Ja, nou is het echt een tik aan de buitenkant. Ja. Maar aan de binnenkant voelt het echt alsof er een drol in je darm aan het draaien is of zo. Zo, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven, maar zo voelt het echt. Maar ik weet gewoon, als er hier iets beweegt, dan weet ik dat het geen darmen zijn. Want je voelt echt wel of het je darmen zijn of je baarmoeder. Nou, dat voel je heel goed. Dat is misschien heel moeilijk voor te stellen voor jullie. Maar je voelt het op een gegeven moment heel erg goed. En dan denk ik dat de baby's ook gewoon aan het draaien zijn. Want het voelt echt alsof er iets aan het draaien is. En dan wordt het ineens op één plek heel erg hard en dan op de andere plek heel erg zacht. Heel raar, maar het is wel heel erg leuk. Dus we gaan ze steeds beter voelen en dat is gewoon heel erg leuk. Gaan we mijn buik opmeten? Meelin? In het boek, het is een beetje raar, want week 17 stond er wel weer in en dan tot week 26 of zo staat er weer niet in. Ja, terwijl week 20 is het belangrijkste periode om alles te checken of alles goed is. Dus ja. Daar staat niks over in dit boek, dus dat is wel een beetje vreemd. Maar week 18 staat wel één plaatje van in. Van hoe het oortje er nu uitziet. En dat is dan dit oortje. Dus het is echt wel een heel volledig oortje. Ja, dus we kunnen nu liedjes gaan zingen. We kunnen muziekjes aanzetten die ze dan kunnen horen. En dat gaan we dan ook doen. Dat doe ik al. Oké, ga snel je buik op mee. En vandaag is het vrijdag en ben ik 19 weken geworden. Moet ik mijn jasje uitdoen? Nee. Ik moet hem wel lager doen hoor. Oh, hij is wel flink gegroeid. 99. Ja, de vorige week was die in de 90. En nu is die bijna 100. 99 centimeter. Dus wij zien hem misschien niet heel erg groeien. Maar Koen zei ook al toen hij mij gisteren zag. Ja? Je buik is echt gegroeid. En ja, wij zien dat natuurlijk heel geleidelijk gaan. Ja. En jullie ook misschien thuis. Ja, dat denk ik wel. Want ik laat hem best wel vaak zien ook. Alleen als je echt de updates video's zou zien, dan zou ik misschien... En zwart kleed ook af. Dus daardoor... De batterij viel uit en we hoefden eigenlijk alleen nog maar af te sluiten. De batterij viel uit? De camera viel uit, de batterij was leeg. Ik ben ook een beetje zwangerschapsdement. Ja, daar heb ik wel veel last van, hè? Ja. Dat is echt bizar. Zelfs mensen om me heen die zeggen, je vergeet wel echt veel door. Ja. Dat ik denk, oeps. Ik was altijd al een chaotje. En mensen merkten dat ook altijd wel aan. Maar nu begint het wel echt wat extremere vormen aan te nemen. Ja. Als in dat ik niet eens meer weet wat ik de volgende dag ga doen. Nope. Okay. Dat was het weer voor deze week, jongens. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En dan zien we jullie gewoon volgende week weer met een nieuwe update. Of mij, of jij alleen. Ja, misschien. Moeten we jouw buik eigenlijk ook per week op gaan meten? Dat is misschien wel grappig. Nee. Want jouw buik begint ook mee te gaan. Ja, vind ik confronterend. Oké, doei! Doei, doei!